aan al ons windskulpture vrienden. Windskulpture is bijzonder opgewonden dat ons wit kersfeestuur vir 2019 reeds vol bespreek is. Ons is echter nog meer opgewonden dat ons aan jullie kan bekendstel dat ons een nieuwe wit kersfeestuur vir jullie saamgestel het, zodat jullie nog steeds van jaar een wit kersfeest kan beleef voor die wat nog niet ingeskryf het nie. Ons tour begin in München, van hieraf rij ons naar Nuremberg toe om die oudste kersmark in Europa te beleef. Ons bezoek die prachtige stad Bamberg in Duitsland. Dan is ons terug in München, waar ons die prachtige marienplaats geniet en een heerlijke stadsbezichtigingstour het. Van hier rij ons naar die Tirol in Oostenrijk. Dit is een sneeuwbedekte landschap wat op ons wacht. En hier wordt ons niet teleurgesteld met sneeuw nie, want ons gaan op tot bij die hoogste punt van die Tirol in die Alpen. Vandaar rij ons naar Salzburg. Buiten Salzburg onderneem ons een heerlijke paardenkoersrit in die sneeuwhuppelik en andersins in die prachtige, prachtige landschappen van Oostenrijk. Van hier vertrek ons naar die Tsjechische Republiek. Ons slaap in die prachtige oude middeleeuwse stadje Český Krumlov en dan die hoogtepunt Praag. Dit is waar ons ook ons oude kersaand vier met een heerlijke folkloreaand en ons het die heerlijke stad om te geniet op kersdag voordat ons vertrek terug naar Zuid-Afrika toe. Ons is baie opgewonden oor hierdie toer en ons hoop julle is ook.